Raymond Schuurman, een 4-1 overwinning op Roda 46. Bij rust zat dat er nog niet helemaal in. Nee, toen was het 1-1. Ja, toen moesten we nog steeds drie keer scoren. Alleen dan drie keer in drie kwartier. En eerst was het natuurlijk nog drie keer in 90 minuten. Maar we hebben fantastisch gedaan. Wat hebben jullie in de rust gezegd tegen elkaar? Nou, vooral uitspreken, jongens. We doen het met z'n allen. En we gaan er met z'n allen voor. En als het op het eind niet genoeg is, is het niet genoeg. Maar we moeten wel van het veld stappen dat we alles gedaan hebben. Toen hebben we in de groep nog even gegooid. Durven we het aan om de eerste 5 tot 10 minuten volle bak 1-op-1 achterin. En kijken of we een doelpunt kunnen forceren. Nou, de groep zei ja, doen. En dat hebben we dus gedaan. En toen viel ook de 2-1. Ja, en dan komt er weer een beetje geloof. Geen verkeerde doelpunt ook? Nee, waren beauties bij, ja. Ik kan ze niet eens meer beschrijven, want je zit er zo in. Dat is echt een emotionele wedstrijd, ja. En nu? Ja, volgende week Zwaluwe 30. En dus twee wedstrijden, dan gaan we weer alles geven. En dan zien we wel. Wat weet je van Zwaluwe 30? Dat ze uit Horen komen. En verder? Verder helemaal niks. Nee, ze hebben tegen Nunspeet gespeeld, de HZVV. Dus we hebben daar wel de contacten. Dus daar gaan we ze even informeren. Ze hebben vast scouting gedaan in de voorbereiding, in de poolfase. Nou, dat kunnen we zo overnemen. Marcel Boudestein van Nunspeet heeft bij mij stage gelopen, dus die weet wel wat ik wil. Noemen we dit pieken op het goede moment? Nou ja, we hebben natuurlijk altijd gezegd, we hebben een na-competitie, daar gaan we naartoe werken. Ja, dan moet het wel helemaal kloppen, maar ik moet zeggen, het klopt aardig. Ja, er wordt achter ons gezongen en er is muziek. Is dit reden voor een feestje of is dit pas de aanloop naar wat er volgende week echt gaat gebeuren? Ja, je ziet dus pure ontlading van de spanning. En er wordt over niks gerept dan van finale of zo. Want je hebt nog niks en dat wordt ook wel gezegd hoor. Maar dit is eigenlijk gewoon puur feest na een overwinning. En fantastisch resultaat voor volgende week.